Oké, jij filmt. Ik geef wel afshow, hè? Met dat geel. Klaar voor? Ja. Hoi, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben we My Dad Boys My Outfit Challenge. Ik had op Instagram zo'n poll gedaan met waar we moesten shoppen, onze outfit en wat. En het is geworden €75 bij de Bershka. Dus papa heeft het gedaan. En jullie gaan nu zien wat het resultaat was. En papa gaat vloggen. Een beetje van onder, maar dat maakt niet uit. Even kijken, plezier en doe een duimpje omhoog als je hem geslaagd vindt. Het is echt een topresultaat trouwens. Dus, succes ermee. Ciao. Goed, we staan in de Bershka. Mijn vader die wil al gelijk beginnen. Het is erg druk, dus... En hij heeft dit nog nooit gedaan. Hij heeft niet heel veel verstand van fashion, dus... Don't blame him. Het komt goed. €75 party outfit. Ik wens hem heel veel succes. Ik denk dat het zo'n video wordt, maar... Ach, het is mijn vader. Ik geef hem. Ik geef mijn camera over en ja. Succes, papa. Maat S, €75 party collectie. Ja, gaat het lukken? Nou, ik ga mijn best doen hoor. Ja, weet ik. Oké, okay, nou, ciao. Geef maar jou. Ik ga weer zo. Zo, helletjes. Best, hè? Ik heb papa's pet op, ik ga er vandoor, want ik mag het niet zien. Succes! Ciao! Oh my god. Het is wel weer een uitdaging dit hoor. In de Bershka. Ik moet nog wel schoenen erbij hebben. Wat vinden jullie van deze? Kost ik allemaal helemaal niks meer tegenwoordig. Gewoon €12 schoenen. Maar is het wat? Ik zeg prima party schoenen. Goede maat. Ik weet niet welke maat Floor heeft, maar maat 37. Vind je ervan? Ah, wel leuk. We gaan het proberen. We nemen nog een jasje erbij. We hebben geld over. Ook leuk. Volgens mij past het wel. Ik ga Floor eens even zoeken. Volgens mij heb ik mijn opdracht klaar. Even kijken of ik voldoende heb. Maar geld. Oké, okay, een jasje. €30. Schoenen. €12 is €42. En dit is €51. En de broek is €61. Nou, laten we zeggen €70. Top! Dus de opdracht is geslaagd. Ciao! Oké, papa Esther, ik ga niet kijken en we gaan nu naar het pashokje, zodat ik het kan passen. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik ga passen. Ik ben echt mega benieuwd. Oké. Deze top. Velvet. Met een body. Oké, een body. Ik hoop dat die past. Welke maat? XS. Oké, duidelijk. Dit jasje, die vind ik heel leuk. En deze broek. Party is het wel, toch? Ah, vind ik nog best goed gelukt. En deze schoenen. Oh my god, sorry, maar dit, papa, dit kan niet. Hij kwam op €70, netjes. Maar, oh my god, dit meen je toch? Nou, ik vind het best leuk. Oké, we gaan hem passen. Wauw. Kijk, dit kan niet. Alles is te klein. De broek heb je maar... Dit kan niet. Kijk, ik vind het een hele leuke outfit. Maar het is maat 37. Ja, maar het gaat XS. Om... XS. Nou, ja, dat kun je best wel hebben. Dit. Aangedrukt. Maar verder vind ik het een geslaagde outfit. Ik vind het wel een party outfit. Het is wel een party outfit. Ik vind het wel, ik vind dit, het wel top. Dit kan echt niet passen. Nee, oké, maar dan wist ik niet dat jij 38, 39 had. Bijna maat 40. Oh 37. Ja, heel goed. Maar, hey, maar het staat je goed. Zijn. Ja, maar dit zit heel strak. Ja, maar dit is wel, het is een party. Het mag wel een beetje strak. Ik vind dit wel mooi. Heel goed. Dat ik vind dat je een top outfit hebt. Ik vind deze wel mooi. En dat voor? En de precies €70. 70. Ja, exact. Ik ben geslaagd. Wat vinden jullie ervan? Top, dit is hem. Soppie, hè? Helemaal warm van. Oké, dit is hem dus. Dit is niet oké. Dit is echt niet oké. En dit jasje is vet leuk, maar ik krijg er helemaal heet van. Ik heb me echt ingehezen. Dit is een maat XS, dus de body kreeg ik er niet in. Schoenen lukte niet aan. Maar ik vind dat hij heel erg zijn best heeft gedaan. Doe een duimpje omhoog als jij dat ook vindt. Ik trek dit even gauw uit, want ik kan hem niet meer aan. En ik ben benieuwd naar zijn beelden. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Tot de volgende video. Er komen heel veel extra video's aan. En adieu. Doei. Doei.
Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het echt super grappig om te doen. Het is heel erg druk in de winkel, dus de muziek staat daar heel erg hard. En mijn vader filmde een beetje van onder, zoals ik al zei. Maar weet je, het gaat om het idee. Ik vond het heel erg leuk om te doen en ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Abonneer je op mijn kanaal en ik zie jullie tot de volgende video.